Ook de allereerste keer nou ja, dat ik het presenteer. Maar goed, ik heb er wel ontzettend veel zin in. Welkom allemaal bij het Junior Dicté Rijsselholten. Wat fijn dat we hier weer in het parkgebouw zitten met al deze deelnemers, maar ook jullie als supporters. Heel erg fijn. Ik ben Rianne van den Berg en ik werk bij Bibliotheek Rijsselholten. En samen met mijn collega's heb ik deze middag georganiseerd. Nou, en waarom vinden wij nu ook het Junior Dicté zo belangrijk? Nou, aandacht voor lezen is heel erg belangrijk. Want kinderen, misschien wisten jullie het al wel, die minimaal 15 minuten per dag lezen, lezen in een jaar ruim 1 miljoen woorden. En je woordenschat kan dan met maar liefst 1000 woorden nieuwe woorden groeien. Nou, en lezen heeft ook een bewezen positief effect op woordenschat, schrijven, begrijpend lezen en spelling. Nou ja, en vanmiddag zitten we hier voor spelling, voor het dicté. Dit jaar doen er 34 leerlingen van 15 verschillende scholen mee aan het Junior Dicté in Rijsselholten. En ik wil ze graag allemaal aan jullie voorstellen. Als je zometeen je naam hoort, steek even je hand op en nou ja, vanuit de zaal graag een straks een applaus als je de kinderen hoort. Van de Beatrix School, Pim, Isabel en Tessa. Van de Wilhelmina School, Lieke en Bas. De Constantijn School, Romy, Lara en Abdella. De Willem-Alexander School, Lisa en Mike. De Klimop, Kato en Tess. De Regenboog, Twan en Davy. De Holte Enk, Moos en Iris. Dijkerhoek, Dani en Dani. Haarschool Holten, Berend en Rens. In den Klimtuin, Hugo en Mathilde. De Ronde Maat, Boas en Jurgen. Haarschool Rijssen, Marjolein en Elsbeth. Banenschool, Reinier, Stijn, Yveske en Florian. Brekelschool De Brug, Abel. En de laatste van de Brekelschool, Rachel, Eduard en Samuel. Nou, voordat we kunnen starten met de dicté, wil ik heel graag even de spelregels voorlezen. Jullie hebben ze al gehad op papier, maar ook voor de zaal is het ook wel fijn dat we weten waar we op gaan letten en waar de kinderen zich aan moeten houden. Het dicté, wat je zo meteen, als je het seintje van ons krijgt, uit de envelop mag halen, bestaat uit een titel en korte zinnen. Het zijn allemaal kleine verhaaltjes. De voorlezer, ik zal zo meteen vertellen wie dat is, leest het dicté eerst één keer helemaal voor. Dus luister goed naar het verhaal, tot die tijd blijft hij gewoon in de envelop zitten. Daarna wordt elke zin apart voorgelezen. Een keer helemaal en dan in stukjes. Misschien ken je dat wel van school. Als het te snel gaat, steek gewoon even je hand op, want dan herhalen we het nog een keertje. De voorlezer zegt, zegt of je een getal in cijfers of letters moet schrijven. Woorden helemaal opschrijven, niet in stukjes of in lettergrepen. Waar je zelf aan moet denken zijn hoofdletters, koppelstreepjes, misschien moet je wel streepjes, accenten op de letters zetten. Dat gaan we je niet vertellen. Als je denkt dat je een woord fout geschreven hebt, dan zet je er even een streep doorheen. En dan schrijf je het even aan de zijkant of erboven, wij vinden het wel. En het woord dan wel even weer opnieuw opschrijven natuurlijk. Als het dicté klaar is, leest de voorlezer het dicté nog één keer helemaal voor. In die tijd kun je nog even meelezen en als je denkt, oh ja, ik moet toch nog even verbeteren, verbeter je het gewoon nog even een keertje. Als wordt gezegd dat je je pen neer moet leggen, dan moet je hem ook neerleggen. Stop je met schrijven. En blijf rustig zitten tot alle dictées zijn opgehaald.
Bij het nakijken is het gewoon één fout per woord. Een woord is dus of goed of fout. En bij twijfel, dan kijken we in de dikke Vandalen. Want die is dan bepalend voor de juiste schrijfwijze. Het programma van vanmiddag. Het dicté wordt straks voorgelezen door Margreet Koster van Communicatieschakel. En zij heeft het dicté ook dit jaar weer geschreven. Ze zit nu nog heel mooi verstopt in de coulissen, Margreet. Ja, applaus voor Margreet. Ja. Het is een invuldicté. Hij staat zometeen ook op het scherm hier achter ons. Dus jullie kunnen meeschrijven. Misschien heb je je mobiele telefoon meegenomen. Heb je een notitie-app waarin je mee kunt typen. Misschien heb je pen en papier bij je. Kun je meeschrijven. Nou, je mag meedoen. Als wij klaar zijn met het dicté, dan gaan we nakijken. En ik zou heel graag een beroep willen doen op de leerkrachten in de zaal die misschien ons even willen helpen met de eerste nakijkronde. Zodat het niet allemaal al te lang duurt. Dus als je dat zou willen, dan mag je straks wel even op het podium opkomen en ons dan helpen met nakijken. Wij kijken het met een klein groepje nog een tweede keer na. En op basis daarvan wordt de winnaar bekendgemaakt. Ondertussen is het dan pauze. En willen we jullie vragen om allemaal de zaal te verlaten zolang het pauze is. In de foyer staat er drinken klaar voor kinderen. Wil je koffie, thee, dan kun je dat kopen bij de collega's van het parkgebouw. Is het zover? Eindelijk. Ja. Margreet gaat zo meteen het dicté helemaal voorlezen. Als ze dat gedaan heeft, dan geeft ze jullie een seintje. Dan mag je het dicté uit de envelop halen. Laat je maar gewoon lekker op de tafel liggen. Maar ook alle supporters die jullie mee hebben genomen, wensen jullie ontzettend veel succes. Nog één keer een aanmoedigingsapplaus voor de kinderen. Nou, dankjewel Rianne voor deze duidelijke uitleg. Ook namens mij allemaal van harte welkom. Fijn dat jullie weer in grote getale gekomen zijn. En dan vraag je je nu natuurlijk af, waar gaat het dicté nou weer over? Nou, ik heb het gedaan over de eindtoets die jullie over enkele maanden moeten gaan doen. En over straattaal. Misschien horen jullie wel eens woorden van je denkt, god, dat is weer nieuw. Je ouders misschien helemaal wel, misschien kennen jullie ze allemaal wel. Maar je hoeft ze niet allemaal op te schrijven. Je zal zien welke woorden je wel en niet op moet schrijven. En alleen de woorden die in de Vandalen staan, die moet je invullen. Dus wees gerust. Ik ga het even helemaal voorlezen, zodat je goed een gevoel krijgt bij het verhaal. En daarna lees ik hem in stukjes voor. En dan mag ik je helemaal en dan mag je hem inleveren. Nou, kun je hem nou tijdens de stukjes niet goed verstaan, steek even je hand op, dan herhaal ik een stukje. Ja? Heel veel succes. De titel is Vissa. Dat betekent feestje. De Nederlandse taal is niet bepaald makkelijk. Vermoedelijk zul je best opzien tegen de eindtoets die je leraar in het voorjaar tevoorschijn haalt. Om de voorbereidingen wat makkelijker te maken, sinds enkele jaren staan we open voor verrijking van de taal. Dat betekent, in goed Nederlands, dat jongerentaal en straattaal ook in het bekende woordenboek De Vandalen staan. Dus bereid je goed voor, dan wordt het geen lijdensweg. Ja, en voordat je nu je spiekbriefje verfrommelt, een paar tips. Neem nu het woord geld. In Vandalen staan doekoe en vloes genoemd, maar het is waarschijnlijk nog te vroeg voor money. En je opa en oma weten nog wel dat een snip een briefje van 100 was. Nu heet dat een barkie. Een tientje was een joet, tegenwoordig een donnie. En als je zelfs geen eurootje meer in je portemonnee hebt, dan ben je skeer, blut of armoedig dus. De politie heette ooit de sterke arm. Later begroette men die skotu, zo noemen ze ze ook, nog met wouten of blauwen. En wist je dat oude reizenaren het politiebusje vroeger omschreven als patatwagen? Dat is geen fatu, geen grapje dus. Eigenlijk is er niet veel veranderd. Elke generatie heeft haar eigen uitdrukkingen en vibes, het groepsgevoel. Hopelijk ben je een beetje gerustgesteld.
en kun je opgelucht de taalstrijd aangaan. En als je het formulier dan eindelijk hebt ingeleverd, leidt dat misschien wel tot blijheid. Tijd voor een visa. Feestje dus. Nou, dan mag je nu de envelop openen. Het invuldictee tevoorschijn halen. Alle pennen doen het. Ja? Oké. Ga ik hem in stukjes voorlezen. De Nederlandse taal. De Nederlandse taal. Is niet bepaald makkelijk. Nederlandse taal. Vermoedelijk zul je best een beetje opzien. Vermoedelijk, ja, vermoedelijk zul je best een beetje opzien tegen de eindtoets. Vermoedelijk zul je best een beetje opzien tegen de eindtoets die je leerkracht de eindtoets, sorry, nog een keer doen, vermoedelijk. Zul je best een beetje opzien tegen de eindtoets die je leerkracht in het voorjaar tevoorschijn haalt. Tevoorschijn haalt. Ja. Om de voorbereidingen wat makkelijker, sorry, zal ik hem nog een keer doen? Vermoedelijk zul je best een beetje opzien tegen de eindtoets die je leerkracht in het voorjaar tevoorschijn haalt. Tevoorschijn haalt. Om de voorbereidingen wat makkelijker te maken, makkelijker, Sinds enkele jaren, om de voorbereidingen wat makkelijker te maken, sinds enkele jaren, staan we open voor verrijking van de taal. Verrijking. Dat betekent verrijking van de taal. Dat betekent in goed Nederlands. In goed Nederlands. Ja. Dat jongerentaal. Jongerentaal en straattaal. Ook in het bekende woordenboek. Woordenboek. De Vandalen staan. Woordenboek. Dat betekent in goed Nederlands dat jongerentaal en straattaal ook in het bekende woordenboek de Vandalen staan. Dus, bereid je goed voor. Dan wordt het geen lijdensweg. Bereid je goed voor. Dan wordt het geen lijdensweg. Zin 2. Ja, voordat je nu je spiekbriefje verfrommelt, een paar tips. Verfrommelt.
Neem nu geld. Geld. In Van Dalen staan doekoe en vloes. Doekoe. Doekoe en vloes genoemd. Maar het is waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Nog te vroeg voor money. Je opa en oma weten nog wel dat een snip een briefje van 100 was. Een snip. Een snip. Een briefje. Een briefje van 100 was. Een snip en een briefje van 100 was. Nu heet dat een barkie. Een barkie. Barkie. Een tientje was een joet. Nu heet dat een barkie. Barkie. Een tientje. Tientje. Was een joet. Joet. Nog een keer doen. Nu heet dat een barkie. Barkie. Een tientje was een joet. Joet. Tegenwoordig een donnie. Maar die hoef je niet op te schrijven. En als je zelfs geen eurootje, eurootje, als je zelfs geen eurootje meer in je portemonnee hebt, portemonnee, portemonnee, ja. Een tientje was een joet, tegenwoordig een donnie. En als je zelfs geen eurootje, eurootje meer in je portemonnee hebt, portemonnee, dan ben je skeer. 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 Bluts of armoedig dus. Als je zelfs geen eurootje meer in je portemonnee hebt, ben je skeer. Bluts of armoedig dus. Nou, zin 3. Kijk, hier weer staan. De politie. Oh, sorry, wil je de laatste zin nog een keer? Ja? Nu heet dat een barkie. Een tientje was een joet, tegenwoordig een donnie. En als je zelfs geen eurootje meer in je portemonnee hebt, portemonnee, ben je skeer. Bluts of armoedig dus. Ja? Zin 3. De politie heette ooit de sterke arm. Heette. De politie heette ooit de sterke arm. Heette. Later begroette men die Kotu. Begroette. Later begroette men die Kotu. Ook wel met wouten. Wouten. De politie heette ooit de sterke arm. Later begroette men die Skotu ook wel met wouten, wouten of blauwen. En wist je dat oude reizenaren, 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 oude reizenaren, het politiebusje, het politiebusje, omschreven als patatwagen. Oude reizenaren, het politiebusje, omschreven als patatwagen. En dat is geen fatsoen, geen grapje dus, dat hoef je niet op te schrijven. Oké, laatste zin. Oh, je wou nog de vorige even keertje. De politie heette ooit de sterke arm. Later begroette men die Skotu ook wel met wouten of blauwen. Wist je dat oude reizenaren het politiebusje omschreven als patatwagen. En dat is geen fatsoen, geen grapje dus. Nou, laatste zin. Eigen
eigenlijk is er niet veel veranderd. Veranderd. Eigenlijk is er niet veel veranderd. Elke generatie heeft haar eigen uitdrukkingen en vibes. Het groepsgevoel. Hopelijk ben je een beetje gerustgesteld. Eigenlijk is er niet veel veranderd. Elke generatie heeft haar eigen uitdrukkingen en vibes. Groepsgevoel. Hopelijk ben je een beetje gerustgesteld en kun je opgelucht de taalstrijd aangaan. Opgelucht. En als je het formulier dan eindelijk hebt ingeleverd. En als je het formulier dan eindelijk hebt ingeleverd, daarvoor nog, ja. Elke generatie heeft haar eigen uitdrukkingen en vibes, het groepsgevoel. Hopelijk ben je een beetje gerustgesteld en kun je opgelucht de taalstrijd aangaan. En als je het formulier dan eindelijk hebt ingeleverd, leidt dat misschien wel tot blijheid. Leidt dat misschien wel tot blijheid? Het leidt tot blijheid. Nou, tijd voor een vissa, hè? Een feestje dus. Nog een laatste zin nog een keer. En als je het formulier dan eindelijk hebt ingeleverd, leidt dat misschien wel tot blijheid. Tijd voor een vissa, een feestje dus. Nou, wat is te doen? Ja, hè? Nou, mooi. Ga ik hem nog één keer helemaal voorlezen? Eén tip, als je twijfelt, niet doen. Meestal ga je nu de meeste fouten maken. Hè? Vaak wat je het eerste ingeving is vaak het best. Vissa. De Nederlandse taal is niet bepaald makkelijk. Vermoedelijk zul je best een beetje opzien tegen de eindtoets die je leerkracht in het voorjaar tevoorschijn haalt. Om de voorbereiding wat makkelijker te maken. Sinds enkele jaren staan we open voor verrijking van de Nederlandse taal. Van de taal, sorry. Dat betekent, in goed Nederlands, dat jongerentaal en straattaal ook in het bekende woordenboek de Vandalen staan. Dus bereid je goed voor, dan wordt het geen leidensweg. Voordat je nu je spiekbriefje verfrommelt, een paar tips. Neem nu geld. In Vandalen staan doekoe en vloes genoemd, maar het is waarschijnlijk nog te vroeg voor money. Je opa en oma weten nog wel dat een snip een briefje van 100 was. Nu heet dat een barkie. Een tientje was een joet, tegenwoordig een donnie. En als je zelfs geen eurotje meer in je portemonnee hebt, ben je skeer. Blut of armoedig dus. De politie heette ooit de sterke arm. Later begroette men die skotu ook wel met wouten of blauwen. Wist je dat oude reizenaren het politiebusje omschreven als patatwagen? Dat is geen fatu. Geen grapje dus. Eigenlijk is er niet veel veranderd. Elke generatie heeft haar eigen uitdrukkingen en vibes. Het groepsgevoel. Hopelijk ben je een beetje gerustgesteld en kun je opgelucht de taalstrijd aangaan. En als je het formulier dan eindelijk hebt ingeleverd, leidt dat misschien wel tot blijheid. Tijd voor een vissa. Een feestje dus. Ja. Dat is het. Nou. Oh, ja. Oh, wacht, er is nog één vraag, Rianne. Wat is er? Nog één vraag? Ja. Welke zin? Ja? Oké. Okay. Nou, pennen mag je neerleggen. Want het dicté is klaar. Applaus! Mag ik hem meenemen? Nou, super. Hoe ging het? Duimpje omhoog. Is goed te doen? Of laten liggen, maar niet wisselende duimpjes. Dankjewel. Ja, daar komen we zo meteen achter. Je ziet de dictees die worden. Dankjewel. Ik
De dictées die worden opgehaald, die worden zo meteen nagekeken. Na de pauze dan wordt de uitslag bekendgemaakt. Dus je zult nog heel eventjes moeten wachten. Wat de uitslag bekend is. Nou, het nakijken de eerste ronde, dat ging supersnel. Dankzij alle hulp van leerkrachten die ons even mee hebben geholpen. Dank jullie wel daarvoor. Ja, ik zei het al, de uitslag is bekend. We weten de winnaar. Maar wij weten nog niet wie er nummer 2 is geworden en wie er nummer 3 is geworden. Want die twee kinderen, die hadden evenveel fout. Dus er is nog een strijd te leveren. En met een moeilijk woord noemen we dat een barrage. En Margreet gaat dat zo meteen uitleggen. Waarin jullie dus nog, ik ga zo vertellen welke kinderen het gaat, de strijd met elkaar aangaan voor de tweede of de derde plek. De rest zijn maar 4e geworden, dat is heel goed. Maar die tweede en die derde plek willen we graag weten. Margreet, voordat we daarmee beginnen, wil je nog iets vertellen over het dictée? Wat viel ons op? Nou, het viel ons op, ik vond het eigenlijk best wel goed gemaakt, moet ik zeggen. Ja. Er zaten best heel veel rotwoorden in en je ziet dan toch dat sommige mensen toch getwijfeld hebben en het dan toch nog even veranderd hebben. Oh, had het nou niet gedaan, want het was goed, weet je wel. En dat heb ik zelf ook als ik meedoe ooit met dictées. Natuurlijk het woord barkie, heel vaak fout gespeld. Dat was wel de topper, denk ik. De vibes waren ook nog lastig. Veel mensen dachten toch nog dat het met een P moest. Het woord portemonnee, dat viel mij echt op. Dat is ook echt wel zo'n dictéwoord, hè. Maar nu moet het dus echt met dubbel N en dubbel E. Nou ja, en portemonnee, daar ging het vaak mis. Dat komt eigenlijk uit Frans, hè. En reizenaren, dat zijn dus mensen uit reizen, moet met een hoofdletter. Maar goed, jullie kunnen het allemaal nog eens nakijken in de klas. Ik hoorde al van leerkrachten die het morgen in de klas nog even gingen bespreken. Gemiddeld aantal fouten, mag ik dat zeggen? Ja, ben ik wel benieuwd, want in de zaal hebben ze natuurlijk ook meegedaan. Misschien heb je wel nagekeken en je fouten geteld. Nou ja, ik ben benieuwd of jullie daar boven komen of onder komen. Dus Margreet. Gemiddeld was 9,9 fout. Dus dat is heel knap. Ja. Ja. Ja, en dan nu de strijd om de nummer 2 of de nummer 3 gaat tussen Elsbeth Honkoop van de Haarschool en Florian Harbers van de Banisschool. En dan is het handig. Ze even vooraan komen zitten. Dat Florian misschien. Zou je dat willen? Mag jij even op jouw plek zitten? Mag Florian even op jouw plek? Wil jij hier even komen zitten, Florian? Dan kunnen we het samen snel nakijken. Ja, mag je. Als je het goed op zijn plek gaat zitten, dan even. Ja? Nou, de strijd voor plek 2 en 3. Nou, kun je wel even op je envelopje schrijven. Hè? Want wat ik ga doen, ik ga een aantal woorden opnoemen. Dictéwoorden. Maar het is een afvalrace. Dus ik zeg een woord, jullie schrijven het allebei op. En wie een fout maakt, die is nummer 3. En de ander is nummer 2. En als jullie allebei goed hebben, gaan we door. Als je allebei fout, gaan we ook door. Tot er een beslissing is. Ja? Nou, neem je tijd. Succes. Oh ja, daar gaat-ie. We beginnen makkelijk. Lineaal. Lineaal. Ja, dus voor de tweede en de derde. Mag ik even kijken wat je hebt opgeschreven? Nee, doe straks allemaal aan het einde. Allebei goed. De volgende. Stiekem. Stiekem. Ja, allebei goed. Allebei goed. De volgende. Barbecuen. Barbecuen. Denk er goed over na. Barbecuen. Nee, doe maar rustig. Neem je tijd. Rot worden. We sturen hem allemaal. Barbecuen.
Ja, doe iets wel, Maxi. Allebei fout. Yes! Het moest met twee E's en op de tweede E een twee puntjes en met een C. Maar goed, nog een keer. Ja, migraine. Migraine, hoofdpijn. Migraine. Dus iemand deelt dat uit, iemand deelt de tasjes uit en dan kunnen ze gaan. Migraine. Oh, ze gaat nog veranderen. Nog een foto. Je bent nummer 2. Van harte gefeliciteerd. En nummer 3. Van harte gefeliciteerd. Goed gedaan. Top. Oh, ja. Nou. Het is bekend, hè? Dus de nummer 2 is het geworden. Elsbeth Honkoop. Elsbeth Honkoop. Kijk eens, alsjeblieft, applaus. Heel goed. En de nummer 3 is geworden. Florian Harbers. Florian Harbers. Ja. Gefeliciteerd. Van de basisschool. Ja. En dan nog. Maar. In detail. Ja, dan. Ja. Wat zeg je? Nog een detail, hè? Ja. Ja, klein detail. Nummer 1, denk ik, of niet? Ja. Hugo Nijland van de Klimtuin. Ja, dat vertelt. Goed zo. Ah, mooi dichtbij allemaal. Ja. Ging heel snel, vind ik. Nou, ja, je ging heel snel, Margreet, opeens. Ik denk, we gaan nog even... Oh, je ging nog even het cadeautje pakken. Ja, ik denk, tromgeroffel voor de winnaar. Dus we doen het gewoon nog één keer. De nummer 1 is geworden, Hugo! Kom erbij. Kom aan. Oh ja, ik vond het. Want, nou, ik moet even... ik heb handen vol, dus zie ik. Ga je een hand geven. Gefeliciteerd, jij bent de winnaar. Van het Junior Dicté Rijsseholte 2022. Je krijgt iets lekkers, alsjeblieft. Dan krijg je de gegraveerde pen, alsjeblieft. En nog een cadeautje. Maar die is eigenlijk, maar dat moet je me even overleggen met je juf of meester, maar die is voor de school. Want dan mogen ze bij de readshop mogen ze een leuk boek bijvoorbeeld uitkiezen. Dus alsjeblieft, applaus! ik heb het nog niet verteld, maar je bent denk ik wel even benieuwd hoeveel fout je had, hè? Oh, ja. Ja, gemiddeld was 9,9 fout. Daar zat jij onder, want jij had maar 4 fouten. Heel goed. Knap hoor. Hey, ja, je mag weer gaan zitten. Nou, met recht winnaar van dit dicté. Goed gedaan. En van jullie, hopelijk tot volgend jaar voor een nieuwe editie van het Junior Dicté Rijsseholte. Wel thuis!